Daar zijn we dan weer voor een nieuwe NEC-update voor de wedstrijd van Cambuur. En na de knotsgekke wedstrijd natuurlijk van woensdag in de beker tegen Feyenoord. Dat vandaag ook nog eigenlijk een bizar staartje kreeg. Want de rode kaart van Sandler is geseponeerd. Dat is al de tweede keer. Wat moet je daar dan nog als trainer op zeggen? Nou ja, uiteindelijk wint het ook wel een stuk blijdschap. Omdat ik gewoon blij ben dat Philip erbij is. Maar ja, natuurlijk ben je teleurgesteld in het feit dat je een rode kaart krijgt. Waar het eigenlijk gewoon een gele kaart kan en mag zijn. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat heel invloed is op de wedstrijd. Dus dat is wel pijnlijk. Alleen het draait niet meer terug. En laten we zeggen dat we het niet mee hebben. Knotsgekke wedstrijd woensdag. Ben er al van bijgekomen? Ja, ik ben er al van bijgekomen. Ik bedoel, kort dag, hè, tot de volgende wedstrijd. Dus we hebben met elkaar afgesproken. Gisteren was het moment om met elkaar na te praten. We hebben met z'n allen gewandeld hier in het Goffertpark met de groep. En toen hebben we dat even rustig kunnen bespreken met elkaar. En vandaag is het vizier op Cambuur en is het de rest achter ons laten. Een wandelsessie doet wonderen? Nou, weet je, we waren pas volgens mij 2:30 s'nachts thuis. En wat wil je dan doen op trainen? Dus ik dacht in alle wijsheid, we gaan lekker wandelen. Zonnetje was er en dat was wel prima eigenlijk. Ja, voor Philippe is dat dus goed nieuws en zeker op zijn verjaardag. Ja, zeker. Als iets onterecht is, is het heerlijk als je dan gewoon kan spelen. Had je dat gevoel gelijk al? Dat je dacht van ja, dit vind ik gewoon geen rode kaart? Ja, ik denk als je mijn reactie ziet na de handsbal, zie je wel dat ik het er niet mee eens was. Dan moeten we natuurlijk ook even praten met de man van de wedstrijd, de keeper. Matthijs Brandenhorst, wat blonk die uit, hè? Die moet gek zijn geworden van alle berichtjes op zijn telefoon. Ja, zeker weten, ja. Ik heb veel berichtjes gehad van familie, vrienden, kennissen, Feyenoord supporters. Feyenoord supporters ook? Feyenoord supporters ook, ja. Die zeiden, we kunnen jou nog wel gebruiken in de Kuip. Een paar wel, ja. En een paar die zeiden van, ik ben Feyenoord fan, maar ik wil wel zeggen, je hebt echt fantastisch gedaan. En dat zijn wel leuke dingen om te horen. Ja, hoe lastig is het dan nu weer als je zo'n wedstrijd speelt? Iedereen heeft het erover, ik krijg overal complimenten. Dat je dan morgen weer op de bank moet plaatsnemen. Ergens is het lastig. Ik wil sowieso altijd spelen. Dus morgen wordt net zo lastig als vorige week, zeg maar. Aan de andere kant zijn gewoon afspraken gemaakt. Ik zou de beker keepen en Jasper de competitie. Morgen is competitiewedstrijd. Dus in die zin houden we ons aan de afspraken. En maakt één wedstrijd voor mij niet heel veel verschil. Op die telefoon van jou, die berichtjes, zat er ook al een club bij? Nee, dat niet. Of ik moet nog even goed kijken. Maar meestal gaat het niet direct van club naar speler. Er zit wel een tussenpersoon tussen in de zin van de zaakwaarnemer. Dus, en die heeft ook niet geappt? Nee. Het is misschien nog allemaal wat vroeg. Maar je zegt al, je hebt een aflopend contract. En je hebt al eerder weggegeven, ik wil gewoon gaan keepen. En dat kan niet hier op die manier. Dus dat betekent dat je volgend seizoen ergens anders keept. Zoals je dat zegt, ja klopt. Ik heb het aangegeven ook. Er is één probleem en dat is dat Jasper speelt. Dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn aan elkaar. Zolang Jasper blijft, is er voor mij geen toekomst hier. Ja, en dan was daar ook nog Jordi Bruin. Die kon eindelijk weer spelen na zijn blessure. En dan maakt hij ook nog eens een keer twee hele belangrijke doelpunten. Dat moet goed voelen. Ja, ik ben ook blij dat ik weer op het veld ben. Blij met mijn doelpunten. En wat minder blij met het resultaat. Ja, want het was wel een knotsgekke wedstrijd, hè? Ja, ik heb weinig wedstrijden gespeeld die op deze manier zijn verlopen. Dat was een spektakel. Dan zouden we het bijna vergeten dat er zaterdag ook gewoon nog gevoetbald wordt. Want na zo'n week. Cambuur komt op bezoek. De nummer 18 uit de Eredivisie hier in de Goffert. Die hebben de punten hard nodig. Maar ja, wij ook natuurlijk als we willen aanhaken nog voor een play-off plek. En zeker na die off-day afgelopen zondag tegen Go Ahead. Er moet gewoon gewonnen worden. Nou, ik verwacht dat wij de baas hier gaan zijn, moet ik eerlijk zeggen. En dat we dat ook uit gaan stralen en dat we dat ook in het voetbal laten zien. Cambuur die de laatste wedstrijden veel wisselingen heeft gehad in informatie en ook in spelers. Nou goed, dus dat moeten we morgen zien hoe dat staat. Maar wij gaan uit van eigen kracht. En wat ik al zeg, ik proef hier in de groep een soort van... we willen heel graag laten zien morgen. Is iedereen er wel een beetje fit uitgekomen? Ja. Ja, wel.
Eigenlijk is iedereen op het veld, behalve Niels Rossen, die niet bij die wedstrijd was, maar die wat klachten heeft. En voor de rest is iedereen er. En ik moet eerlijk zeggen, ze zien er fris uit. En volgens mij hebben ze heel veel zin om morgen wat te laten zien. Dit was hem dan weer, de NEC-update van deze week. De wedstrijd morgen om 6:45 wordt hij gespeeld in de Goffert. En is natuurlijk ook weer live te volgen bij de radio van RN7, als je er zelf niet bij kan zijn. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe update. Graag tot dan.